Wat u hier ziet is het gevolg van phishing. Criminelen hebben van een slachtoffer in Willemstad bankgegevens en een pinpas weten te bemachtigen. Door deze twee mannen wordt met die pas voor tienduizenden euro's uitgegeven in een warenhuis in Amsterdam. De ene man is blank, draagt een petje, heeft een baardje en draagt een lichtkleurig shirt met een schoudertasje. Let goed op zijn tattoos op beide armen. Dat zijn nou typische kenmerken waaraan iemand herkend kan worden. De andere man is donker, draagt een shirt en heeft een goudkleurige bril. Denkt u te weten wie dit zijn? Laat het weten. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.